mij een verhaal vertelt en ik vertel het door. Van iemand die zijn ziel verkocht had en een ruil daarvoor. Gitaar kon spelen als een god, geprezen waar hij zwierf. Zijn naam was Robert Johnson, nog geen 30 toen hij stierf. Nou, hier komt Bob Dylan, jong met frisse overmoed. Zei hij, wat Robert Johnson deed, dat kan ik net zo goed. Dus nam hij zijn gitaar en klopte bij de duivel aan. Zei, heeft u een offerte voor de zin van mijn bestaan? Oh, de duivel zei, ga zitten Bob, ga zitten, wees mijn gast. Kies wat je het liefste wil, wat het beste bij jou past. Het schrijven van de mooiste songs, een meester op gitaar. Succes tot aan je dood, of heel veel vrouwen, zeg het maar. Nou, als het kan, zei Dylan, ga naar het totaalpakket. Maar misschien is dat te veel gevraagd en bent u druk bezet. De duivel zei, je bent hier aan het juiste adres. De prijs is, tot je dood, zul je zijn slaaf van je succes. Is dat alles? Vroeg Bob Dylan blij en speelde een akkoord. En het was alsof de echo klonk tot aan de hemelpoort. En toen hij zong was men het eens, zo'n lied was nooit gehoord. Alsof de wereld was veranderd bij het horen van Bob's woord. Snel beschouwd als de profeet van zijn tijd. Zijn aanhang groeide met de dag en hij voelde zich gevleid. Maar toen zijn huis belegerd werd, vond hij het wel genoeg. Ik ben blij met wat ik kreeg, maar dit is veel meer dan ik vroeg. Oh, vreesend dat de duivel hem niet meer te woord zou staan. Klopte Dylan deze keer bij God de Vader aan. Zei, ik heb de duivel opzuist, een toezegging gedaan. Oh, maar nou heb ik spijt en smeek ik u, maakt u het ongedaan. Mijn zoon, sprak God, een peulenschil, dat heb ik zo gedaan. Maar zweer dan je succes af en leid een stil bestaan. Is dat alles? Vroeg Bob Dylan blij en kuste zijn vriendin. En wijdde zich met heel zijn hart aan haar en hun gezin. Later dat het kriebelen begon. Ik bezing gewoon Gods glorie, was de list die hij verzon. God hield zijn mond en dacht waarschijnlijk, dat is mooi verdiend. Op het gezicht van de duivel, er was ook niets te zien. Maar niet lang daarna viel het gezin uiteen. En tot vandaag de dag is als een rollende steen.